Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb allemaal items gekocht bij Shein en Shein en ik heb ze nog niet opengemaakt. Ik heb wel een heel klein beetje gespiekt, maar ik ga ze nu allemaal laten zien. Ik was namelijk wel heel erg benieuwd hoe die site nou is en het is natuurlijk best wel goedkoop. Dus hoe is de kwaliteit en krijg je nou echt wat je hebt besteld? Dus ik heb allemaal producten besteld, allemaal items, verschillende dingetjes. Ik heb wat kerstcadeautjes gekocht, dus ik ga niet zeggen voor wie het is, want dat is een beetje gek. En ik ga één ding ook niet laten zien, want dat is voor Kenny. En dat zie je wel dat dat dan voor hem is. Dus sommige dingen ga ik niet laten zien. En ik heb ook wel wat kleding besteld. Ik heb ook wat spulletjes voor mezelf besteld, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hier sowieso een hele zak. Er zijn al wat dingen uitgevallen, omdat ik hem er zo open had gemaakt. En ik heb er nog eentje die was eerder binnengekomen. Dus ik begin wel met wat als eerst binnen was gekomen. Het kwam trouwens best wel snel binnen. Ik had het, denk ik, vorige week of anderhalve week geleden of zo besteld. En het is nu allemaal al binnen. En ik had volgens mij 60 euro, 65 euro zo uitgegeven. Dus ik had echt wel iets van 12 spullen. Dus 12 dingen of zo had ik. En het is allemaal binnengekomen. Dus er is één shirt die ik heb besteld, die is eerder binnengekomen. En verder is alles tegelijkertijd in binnengekomen. Echt 2 dagen later. Dus dat is top. Ik dacht dat ze langzamer waren. Want als je soms iets bestelt bij AliExpress of Wish, dan kan het echt super lang duren. Oké. Ik zal trouwens alle linkjes in de beschrijving zetten. Met hoe duur het is. En dan kan je ook zien dus waar je het kan kopen. Het eerste wat ik heb gekocht is dit shirt. En mijn bedoeling was, want ik heb dus ook een panterkolletje besteld. En ik dacht, oh, dan doe ik een panterkol aan. En dan daaroverheen een oversized shirt en een oversized sweater. Die heb ik allebei gekocht. Het eerste wat me opvalt aan dit shirt is dat het echt een heel raar stofje is. Ik had wel verwacht gewoon zo'n t-shirt stof. Maar dit is een beetje, ja, hoe zeg je dat, zo'n badstofje. Ik ga eens even kijken waarvan die gemaakt is. 95% polyester, 5% spandex. Ik denk dat het meer spandex is dan polyester. Dus ik denk niet dat het klopt wat hier staat. Ik zal hem in ieder geval even laten zien. Het is dit shirt. In de recensie stond dat je wel een maatje kleiner kon. Dus ik heb gewoon een S besteld en hij is nog steeds heel groot. Dus dit is zelf, als ik dit in de winkel zou zien liggen, dan zou ik dit niet kopen, want ik hou hier niet echt van deze stof. Dit is ook, ik weet niet of die eigenlijk ook een beetje doorschijnend is. Ja, wel een beetje. Het is gewoon echt zo'n vies stofje eigenlijk. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe het staat. Hij is in ieder geval wel oversized wat ik wilde, maar ik denk niet dat het heel fijn valt. Oké, ik ga even laten zien hoe het eruit ziet. Let alsjeblieft niet in mijn gezicht, want ik heb net mijn haar gewassen, want het is zondag, dus wasdag. Dus we gaan naar beneden. We gaan even dit filmen. Dit is het shirt. Ik heb hem aan. Ja, zoals ik al zei, ik vind het stofje gewoon niet zo chill. Verder vind ik het wel gewoon, hij valt wel zeg maar goed oversized. Het schijnt een beetje door. Ik weet niet of je het kan zien, maar, zeg maar je ziet zeg maar wel hier zo die zwarte rand. Dus ja, en dan valt het een tijdje zo. Dat is dan minder leuk. Dus ik zou hem eerder dan gewoon een beetje zo hierin doen. Maar ja, ik vind het wel een leuk shirt. Maar ik weet niet of ik hem echt super leuk vind. Ik zal zo meteen even kijken hoe die staat met het pantershirtje. Dan ga ik nu naar het tweede product. Dat is die sweater. Waar ik ook dat kolletje onder wilde doen. Ik wil dus ook graag een oversized sweater. Ik dacht, ik ga lekker oversized. Zo ziet hij eruit. Hij heeft hier een soort tijger. Ik weet niet of je het goed kan zien. Hier. En dat heeft hij ook een soort van vuurdingen of zo op de mouwen. Ik heb bijna niks geels in mijn kast hangen. Dat is wel leuk. Dit is een maat M. En deze valt ook heel groot. Dus daarom ben ik ook niet te groot hiermee gegaan. Ja, wat ik ervan vind. Het is wel een hele dunne stof ook. Ik vind het grappig dat alles dan zo andere stof is dan dat je verwacht. Ik weet niet of ik dit fijn vind. Want ik hou er wel van als een sweater ook wel echt dik is. Nou, er staat precies dezelfde stof op. 95% polyester en 5% spandex. Maar dit is een heel andere stof dan die. Dus ik denk niet dat dat klopt. Ja, nee. Ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje lekker zit. Aan de ene kant is het ook wel weer lekker dat hij niet zo groot is. Want niet zo dik.
Aan de ene kant is het ook wel weer lekker dat hij niet zo dik is, want dan heb je het ook minder warm. Maar ik weet het niet. Ik ben een beetje bang dat dit niet zo leuk gaat zijn. Wat vind ik hiervan? Deze vind ik eigenlijk nog best wel tof. Ik dacht echt toen ik hem uitpakte van... Toen ik hem uitpakte dacht ik van nee. Maar nu ik hem eigenlijk zo aan heb, vind ik hem best wel vet. Zeker als je er gewoon grote gouden kettingen overheen doet. Ja, ik vind hem best wel cool. En ik ben ook benieuwd hoe die zou staan met een... ja, hoe heet dat? Een pantokol. Maar ik vind hem wel echt heel tof. En ik vind hem ook, die mouwen vind ik ook wel grappig. Ik zou niet per se zelf namelijk normaal zoiets aandoen. Maar ik vind het wel gewoon, het heeft wel gewoon wat. Dus ja. En ik heb ook niet zoveel last van dat hij stof zo dun is. Hij valt gewoon wel lekker oversized. Lekker chill, gewoon een prima truitje. Oké, het volgende wat ik heb gekocht, dat is heel leuk. Dat is een cadeautje. Ik heb er twee van gekocht. Voor twee vriendinnen. En ik ga dus even niet zeggen wie. Want misschien kijken ze en dan weten ze dat het voor hun is. Want ik heb allemaal cadeautjes onder de kerstboom. En ik ga dat dus ook eronder leggen. En met kerst geven. Maar dat is dus een mini kruik. En ik had eigenlijk verwacht dat ze echt... Nou, zo klein zouden zijn. En ze zijn dus... Ik dacht zo kleintje. Maar het is dus veel groter. Maar goed, normaal is een kruik wel echt veel groter dan dit. Dus het is al wel een mini kruik. Want het idee was, deze twee vriendinnen hebben het altijd koud. Dus ik dacht, dan kan je altijd een kruikje meenemen. Zodat je het warm hebt. Dus ja. Even kijken hoe dit verder is. Er zit een draaidopje op. Oh ja, dan kan je gewoon je hete water... Oeh, vind je het vast? Je hete water in doen. En ja, het is op zich ook wel gewoon echt een kruikstofje. Het is gewoon fijn. Ik vind hem ook leuk. Ik vind hem schattig. Het is een leuk kleurtje. En daar heb ik er dus twee van. Oh ja, gaat wel goed dicht ook. Niet dat hete water over je heen gooit. Valt. Stroomt. Heb ik er twee van. Dus dat is echt super leuk. Die ga ik zo meteen inpakken. Oké, dit is dus een cadeautje voor Kenny. En deze ga ik niet laten zien. Dus ja, die leg ik gewoon weg. Ga ik ze op de inpak voor onder de kerstboom. Wat ik hier heb gekocht is ook een cadeautje voor iemand. En dit heeft ook een speciale betekenis. Maar dat is allemaal niet iets wat ik ga uitleggen. Maar het is in ieder geval een sleutelhanger met super schattig blauwe... Oh. Blauwe vlindertjes. Maar hij moet even stil blijven hangen, want dan kan ik hem scherp stellen. Nou, ik weet niet echt of je het goed ziet, maar het is echt heel lief en mooi. In ieder geval heel blij mee. Dus dat is ook een cadeautje. En gaat ze meteen ook onder de kerstboom. Oké, het volgende wat ik heb gekocht is heel schattig een portemonneetje. Deze vond ik echt super schattig. Het is een zebraprintje. Nou, het heeft een prima stofje aan de buitenkant. En hij is niet zo groot. Ik hou niet echt heel erg van die grote. Oh, hij is leuk. Van die grote portemonnees. Heel leuk. En hij is super handig. Want dan kan je hier zo je kaartjes in doen. En hier zo. En hier kan je kleingeld in. Ja. Hier. Ik heb toch nooit zo heel veel. Dus gewoon een paar muntjes. Ja. En hij is ook niet te groot. Maar ook niet te klein. Nee. Hij is helemaal top. I love it. En ik hou echt van dierenprintjes. Nou. Het gaat weer best hard. Ik heb nog 4 items liggen. Ik ga eerst een topje doen. Ik heb dit topje had ik bij Olivia en Kate gezien en ik vond hem echt super leuk. Maar ik dacht gewoon, hij is wel aan de prijzige kant en zo. Dus ik heb hem op Shein gevonden. Maar ik weet niet helemaal wat ik hiervan vind. Het is dit topje. Die gaat zeg maar helemaal strak door deze touwtjes. En ik vind hem echt super schattig eruit zien op de site. Maar... Ja, nu twijfel ik een beetje. Hij lijkt ook een beetje door te schijnen. Als je zo kijkt. Ah, het valt mee. Als ik er misschien gewoon een witte BH onder doe. Oh. Dan hoop ik dat het meevalt. Ik heb een maatje M besteld. Ik had misschien wel een S'je kunnen nemen. Ik weet niet. Wat voor stof zal dit zijn? Nou, oh. 95% rayon. En 5% spandex. Nou, toch iets anders. Het is, ja, ook een beetje zo. Nee, het is wel een ander stof. Ja, ik weet niet echt. Het is niet helemaal mijn stof, maar
Op mijn huid voelt het wel lekker aan. Ik weet het niet. Ik moet het echt even aanzien, dit. Het idee was heel leuk, maar of ik het ook echt leuk vind als ik het aan heb, dat moet ik zo meteen even zien. Oké, zoals ik al dacht, schijnt deze echt super erg door. Maar het is wel zeg maar gewoon het model dat ik wilde. En dit vind ik, ja, nu heb ik er dan een leren legging onder aan, maar ik vind het leuker op een jeans. Maar ik heb dan nu ook wel een rode BH aan, hoor. Dat moet ik wel zeggen, maar mijn witte BH is in de was. Maar ik denk niet dat ik hem zo snel aan zou doen. Want ik denk dat je het hier ook gewoon doorheen ziet. Echt zonde zeg. Ik vind hem namelijk wel echt... Het model is leuk. Snap je wat ik bedoel? Die touwtjes en zo. En als je dan eigenlijk een beetje zo hebt dat je nog een soort... Ja, kroptop hebt. Nee, het is hem niet. Want ik zag net ook zo... Kijk, je ziet ook gewoon heel die kettingen doorheen. Ik vind hem wel leuk, maar helaas niet voor mij. Dan heb ik een... tas besteld. Ik heb eigenlijk altijd alleen maar van die kleine tasjes of van die hele grote tassen. Dus ik dacht, ik doe een keer een tussenmaat. Gewoon voor naar mijn werk of zo of iets. Gewoon als je niet echt, als een klein tasje eigenlijk gewoon net te klein is. En ik heb hem weer in een dierenprintje gedaan. Het is namelijk deze pantertas. Ik vind hem wel een beetje aan de donkere kant. Ik hou meer van wat lichter panterprint. En hij is heel dun. Ik vind hem wel echt heel dun. Even kijken of er nog iets in staat. Wat interessant. Nee. Nee. Ja. Ik vind het wel leuk. Het is wel gewoon leuk zo voor op mijn schouder. Gewoon een handige tas. Om spullen mee te nemen. Maar ik zou hem zomaar niet in het echt kopen. Omdat ik hem dus gewoon te bruin vind. Ik hou meer van wat lichter. Maar het is prima. Ik heb nog twee dingen. Het eerste wat ik heb is een zonnebril. Ik ben echt super slecht in zonnebrillen kopen. Ik weet niet waarom, maar altijd denk ik ook, ik heb echt geen zonnebrillenhoofd. Maar ik hou wel heel erg van zonnebrillen. Dus ik heb heel lang gezocht naar deze bril. Maar nu is hij er. En ik vind hem er echt oprecht best wel vet uitzien. Eerlijk, hij is echt leuk. Oké, ik ga hem even opdoen. En I love it. Ik vind hem echt fantastisch. Ik heb best wel een wat bredere neus. En hij zit hier echt gewoon goed. Het is maar niet heel... Soms heb ik echt bij zonnebrillen dat helemaal zo knelt. Ja, iets hoger. Nee, ik vind hem echt heel erg tof. Ik ben ook benieuwd of hij een beetje de zon goed weghoudt. Maar ja, yeah. I love it. En er zit ook een hoesje bij. Dit is ook echt oprecht een heel mooi hoesje. Vind ik. Ik weet niet waarvan die is. Maar hij is een beetje zacht van binnen. En misschien kan je het zien. Nope. Hij is zacht van binnen en ja, gewoon een soort nepleer aan de buitenkant. Maar ik vind hem echt heel mooi. Dit is echt, hier ben ik het meest blij mee tot nu toe. Ik heb de rest natuurlijk nog niet aangehad. Dat heb jij al wel lang gezien hoe het bij mij stond. Maar ik weet dat nu nog niet. Maar hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit is echt een goede aankoop. En als hij goed is tegen de zon, is het helemaal een goede aankoop. Dan gaan we nu alweer naar het allerlaatste item. Dit is een panterkolletje waar ik het eigenlijk de hele tijd over had. En waar ik die andere twee dingen voor heb gekocht om er overheen te dragen. Tam tam tam. Oké. Okay. Nou. Dit is het kolletje. Ik vind het een leuk kleurtje. Kijk, dit is wat lichter panterprint. Daar hou ik wat meer van. Ik vind het leuk dat het niet een hele heftige kool is. Zeg maar dat die helemaal zo er overheen zit. Maar dat het gewoon meer een high neck is. Het stofje voelt prima. Kijken waarvan het is. 92% polyester en allemaal spandex. Veel polyester en spandex vind ik. Ik heb een maatje M. Ja, ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik heb er nog niet echt iets slechts over te zeggen. Dus ja, ik denk dat dit gewoon wordt dat ik het even moet gaan aanpassen. Oké. Okay. Ik heb nu dus een panterkolletje aan en ik vind hem wel een beetje kort, want hier zit mijn navel. Dus hij gaat best wel een beetje, ja, hoe zeg je dat? Hij is niet heel hoog. Verder vind ik het op zich al prima, maar ik heb hem nooit bedoeld om hem zo te dragen. Dus ja, ik vind hem niet heel lekker zitten. Dus ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet met shirt eroverheen. Oké. Ik weet echt niet wat ik hiervan vind. Ik dacht echt, het gaat heel fabulous staan. Maar hij schijnt ook door. Dus je ziet gewoon heel die panterprint. Nou ja, ik weet het niet.
Ik weet ook niet of het mij nou gewoon niet staat of dat het gewoon echt een totale flop is. Oh, wat erg dit. Ik dacht, oh leuk als je dit zo aandoet. Zo. Dat je nog zo een beetje zo oversized, maar... Ik dacht, oh leuk, kan ik het zo aan? Maar ik weet niet. Ligt het aan mij of is het gewoon iets... Nee, ik weet het niet. Ik ga het even met die ander proberen. Oké, dit heb ik nu ook aan. Dit vind ik nog wel leuk. Dit vind ik nog wat hebben, want dit is ook niet te heftig, zeg maar. En omdat hij wel gewoon... Hij is wel gewoon oversized, dus het is gewoon... En het is ook wel grappig, omdat dit dan een draak is met panterprint. Dus dit vind ik nog wel leuk. En ik heb ook nog wel hier een blouseje. Even kijken. Hier, dit blouse. Nee. Oh ja, hier. Hier heb ik ook nog een blouseje die er misschien wel leuk overheen is. Dus misschien is dat ook nog wel tof. Maar dit is een beetje... Ja. Op zich, als ik het vergelijk met de rest, dan is dit leuk. Dit vind ik nog wel tof. Zeker ook op zo'n leren legging. Ja. Ja. Maar toch, het is misschien ook gewoon niet helemaal mijn ding. Dat kan het ook zijn. Ja. Nou, ik vind de trui in ieder geval sowieso tof. Ik denk dat mijn zonnebril, mijn portemonneetje en deze het leukst is. Ja, dat waren eigenlijk alle dingen die ik besteld had bij Shine Shein. En nou ja, als je dus wil weten waar het van is, kijk even in de beschrijving. Daar staan alle linkjes. De maten heb ik natuurlijk gewoon genoemd. Dus ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Tot de volgende keer.